Bram, je moet kiezen. Seks of eten? Dames en heren. Hallo. Hey. Hey. Heb je nou een taxi gepakt? Nee. Ze weigeren allemaal. Ik weet niet wat je thuis allemaal van plan bent, maar we zijn nu bezig met het NOS-feest, hè? Ja, het was wel leuk om 8 paar handboeien te gaan kopen in de winkel. Het stroomt over mij heen. Oeps. Pak zo'n doekje, je moet eerst even vastleggen, sorry. Dankjewel. Maar wanneer komen de fondue-pannetjes? Zeg maar even dat het op eigen kost is. Het is wel... op eigen kosten. Ja, dat we niet denken dat het van ons belastinggeld afgaat allemaal. Deze er zit gewoon het konijnenvoer van eigen geld naar binnen te werken. Ik moet namelijk zelf in beeld, dus dan heb ik een smoes. Komt het goed, denk je? Ja. Wordt het leuk? Ja. Dag, schatje. Her. Gezondheid. Goedendag. Hoi. Ik kom Martijn Nijhuis afzetten. Dus je gaat filmen en dan kijkt iedereen zo heel moeilijk. Ja, nee, je bent hier in het hart van de persvrijheid. Dus, Ja, jou durf ik wel een beeld te nemen. Wat een gek, ik heb nog steeds mijn kluisje. En er staat bier in. Huh? Ik ben een sleuteltje kwijt. Maar een quizje aan het maken voor de NOS-feest. Ja. Ja, een goede vraag. Waar moet het over de NOS gaan? Nee, gewoon iemand moet gokken welk antwoord je geeft. Of hoe het filmpje afloopt. Kan je niet even van je stoel vallen of iets? Sabine? Ja? Je moet kiezen. Nooit meer dierenfilmpjes kijken? Ja. Of nooit meer lezen? Nooit meer dierenfilmpjes, dan in godsnaam maar. Echt? Dat is ook poezenfilmpjes, hè? Moeilijk. Maar lees dan toch maar liever. Oké, okay. Clemens? Ja? Wie vind jij de leukste nieuwslezer? Ikzelf. Ik kom gewoon het hoekje oplopen. Ja, is goed. Hey, Wilco. Nou, dat is toevallig. Ja, goed hè. Hey, je moet kiezen. Nooit meer knuffelen. Ja. Of nooit meer bier. Nooit meer knuffelen met wie? Ja, gewoon in de algemene zin. Met niemand. Oei. Is toch makkelijk? Nooit meer knuffelen. Waarom heet je hond Otis? Omdat... Maar dat is een heel slecht verhaal hoor. Mijn vriendin die heeft een vriendin die heet Iris. En we zochten een naam voor onze hond. En toen stuurde ze iets als, hey Iris, maar tikte ze per ongeluk iets verkeerd in. Waardoor de autocorrector Otis van maakte. En toen keek ze daarnaar. En toen zei ze, Anna. En toen, Otis. Dus het heeft niks te maken met de lift. Het heeft niks te maken met de overleden zanger. Het is een speling van het lot geweest. Ben je al lang trouwens? Ja, echt, nee, klopt. Je moet hem wel hoog houden. Hoe kan dat? Was je altijd al zo lang? Ja, wel een tijdje. Vroeger ben ik ook een tijd wat korter geweest, maar daarna heb ik ook al een tijd... Hier komt alles binnen. BBC, EP-kanaal en Radio 2 staat er dan ook. Dus ik snap het wel hoor. Een beetje kijken hoe jij het doet. Kijk, hier zit jij normaal. Ja, inderdaad. Dag scheet. Bram, je moet kiezen. Wat is er? Seks of eten? Seks of eten? Eten. Je meent het ook nog, hè? Hey, Mr. Kipcorn. Nee, Mr. Kipcorn? Wil je anders een shawarma-rol? Ja. Heb je dat? Ja. Oh, dat heb ik nog nooit gehad. Ik eet iets nieuws. Wat heb je dan voor mij gekocht? Hier is het zeker of je het gaat proberen. Waar is het voor? De zekerheid. Vind ik het leuk? Misschien. Niet zo flauw doen. Het is niet eng, het is niet, het gaat niet dood aan of het doet geen pijn of zo. Was het duur? Nee.
Hè? Oh, ik weet het al. Gadverdamme, ik heb het in de koelkast zien liggen. Daar ga ik echt niet op eten. Echt wel? Nee, echt niet. Joost, kom maar eens kijken. Daar ga ik echt niet, sorry hoor, daar ga ik echt niet op eten. Visvrije tonijn en visvrije gamba's. Op basis van de cognacwortel. Je kunt het gewoon even proeven. Nee, ik vind het heel erg vies, dat weet ik niet. Joris moet ook dingen proeven. Ja, wat is er mis van een wortel meteen? Omdat het smaakt naar een gamba. Het ziet eruit als je het gamba hebt. Hè?